Hoi Rogier, zou je jezelf kunnen voorstellen? Nou, ik ben Rogier Buijlenaar. Ik ben nu 44 jaar en ik ben de eigenaar van Praktijk voor Injectables en ook natuurlijk werk ik als cosmetisch arts in deze praktijk. En wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb meerdere jaren in de gezondheidszorg gewerkt. Na een tijdje ben ik ook opleider geweest voor de filler HDS. En heb ik ook de opleiding tot plastisch chirurg gekozen, maar ik heb na een tijdje toch gekozen om cosmetisch arts te worden. En hoe bevalt dat werkje? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het sociale aspect vind ik heel leuk. Dus ik leer ook echt al mijn klanten gewoon goed kennen. Ik vind het leukste dat je daarin ook gewoon kan zorgen. Dus dat mensen gewoon heel blij zijn met hun uiterlijk. Ja, en ik vind zelf, maar dat is mijn eigen insteek, dus ik vind het ook heel leuk dus dat ik als ondernemer kan werken aan mijn eigen praktijk. Waar staat PVI voor volgens jou? Nou, PVI staat voor betrokkenheid, eerlijkheid en ook een stukje nuchterheid. En wij hopen, of wij willen eigenlijk met onze behandeling, dat mensen vooral tevreden zijn of blij zijn met hun uiterlijk. Dus wij willen niet een ideaal beeld nastreven. Wat denk je dat andere collega's over jou zouden zeggen? Even kijken. Nou, ik denk dat de meeste mensen me wel vrij gedreven vinden en heel veel energie vinden hebben. Ze vinden me eigenlijk over het algemeen ook wel capabel als cosmetisch arts en ook als ondernemer. Dus ik geloof wel dat iedereen wel redelijk tevreden is.